Ja, dit is de Jay Lyon vanuit de 026, bekend van het nummer hier in 026. Ik hoor vaak mensen zeggen van de VN, complottheorieën, ik geloof het allemaal niet. Dus ik ga jullie even laten zien hoe staatsterreur eruit ziet. Ja, mensen die nog naar die soaps van de NOS kijken en de MSM. Ik zal het jullie even laten zien. Ik zou ook niet... Ik laat de camera draaien, zodat men ook niet kan zeggen van ja, dit is geëdit of zo. Hier, stel je wilt naar het Spijkerkwartier. Dat kan niet meer. Oké, next. En wat jullie ook gaan zien is dat het echt heel lijp is, ook als het zeg maar het is spits of als het wat drukker wordt, dat al deze verbouwingen, of ja, ik noem het de vernietiging, dat echt wel een problematisch wordt. En dat heeft ook niks met CO2-reductie te maken, want mensen zitten juist vast in... Hoe moet dat nou? Mensen zitten juist vast als je een beetje naar voren gaat, Kul. Okay. Nou ja, in ieder geval. Het heeft niks met CO2-reductie te maken, want dan zou je juist moeten denken van nou, laat die auto zo snel mogelijk oprotten tijdens de spits. Weet je wel. En dan, terwijl nu, anders had het ook over, tenminste hier in de gemeente... Trouwens, het coalitieakkoord staat ook vol met complotten hoor. We moeten de richtlijnen van de WHO volgen en de VN. Dus we komen er gewoon eerlijk vooruit. Maar jullie kijken veel te veel MSM. Maar goed. In ieder geval, ze zeggen de stoplichten discrimineren. Dus voetgangers en fietsers moeten heel lang wachten. Nou, voor de voetgangers, je kan hier niet eens lopen. Want al die cowboys van de fietsers, die rijden allemaal over de stoep. Maar goed. En straks staan er allemaal fietsen op de stoep als auto's worden afgeschaft. Dus dan kan je niet eens meer lopen. Dus voor voetgangers wordt het juist onmogelijk gemaakt. Voetgangers worden juist gediscrimineerd. Maar goed, laten we geen groepjes creëren. Want dat willen ze juist, dat wij fietsers gaan haten. Fietsers, de automobilist en weet ik veel wat. En mannen moeten vrouwen haten en me too. En vrouwen en mannen moeten elkaar haten. Weet je wel. We moeten er niet aan meegaan. Gevaccineerden, ongevaccineerden. Je zou maar een Russische Nederlander zijn, weet je wel, dat je een Russische achtergrond hebt, maar gewoon hier bent geboren en getogen of altijd hebt gewoond. Nou, dat is echt niet vrij nu. Met al die anti-Russen discriminatie. Discriminatie tegen Russen. Nou ja, goed, in ieder geval, dus ze zeggen dat stoplichten discrimineren, dat auto's voorrang hebben, dat voetgangers en fietsers zo lang moeten wachten. Nou ja, stoplichten discrimineren volgens mij niet, maar ja, dat zeggen die waanzinnige lui ook over klimaat, toch? Er is tegenwoordig ook klimaatdiscriminatie, dus blijkbaar kan alles discrimineert tegenwoordig. Het is één al discriminatie en racisme volgens deze lui. Het zijn zelf de grootste intolerante racisten, maar goed. Maar in ieder geval, eigenlijk zou het wel anders zijn als ze stoplichten zo zouden instellen dat auto's voorrang hebben. Waarom? Dan heb je tijdens de spits heb je die auto's zo snel mogelijk de stad uit. Die kunnen in één keer doorgaan. En heb je minder CO2. Terwijl als we hier allemaal staan in de file met de motors aan, met de motor aan, snap je? Dan staan we hier. Ja, is toch meer CO2 juist. Maar goed. Dit is Laan van Prezenkaaf. En dit is ook een hele drukke weg. Dit was vroeger twee banen. Echt perfect. En daar hebben ze nu één baan van gemaakt. Eén baan aan beide kanten. Eén rijbaan aan elke kant. En een busbaan. De bus kon hier gewoon altijd rijden. Dus ik snap niet waarom dat nodig was. Het is ook nog eens gevaarlijk, want nu moeten we allemaal invoegen. Dus hier hebben we altijd van die situaties. Gelukkig zijn mensen wel coulant. Bij
bij de volgende, dus hier kunnen we ook al niet linksaf. Maar... Klimaatplannen zijn duur, de natuur is puur. Een PVV heeft honger, dus hij slacht een dier. Een PVDA doet het voor zijn plezier. Genderideologie, ik ben meer van de wetenschap. Lekker sociaal, Syrische moeder en baby in de zeebeland. Laat die vluchtelingen in hun land, maar stop de plunderingen. Welvaart, nee, we gaan naar het verleden terug. De gemiddelde Nederlandse burger leeft als een gastarbeider in de jaren 70. Aan beide kanten heb je een busbaan en maar één rijbaan, terwijl het vroeger gewoon twee was. Dus hier heb je ook irritaties natuurlijk als iemand wilt planken en jij wilt gewoon een boete vermijden, dan ben je de lul. En je weet hoe opgefokt mensen tegenwoordig zijn. Ook wel logisch, iedereen loopt op hun tandvlees, dus dan gaan ze het op elkaar afreageren. Lijkt me gewoon een plicht als fatsoenlijk mens om niet je medewerking te verlenen aan het Rutte-regime. Ik onderhandel niet over mijn vrijheid met terroristen. Stop pedofielen. Stop eurofielen. Wat je denkt nog dat we tegen corona demonstreren? Gemaskerd en een prikje, je hebt je veiligheid schijn. Jouw gezondheid, je eigen verantwoordelijkheid. Niet van mij. Je raalt lichamelijke integriteit in voor vrijheid en privacy. Dan raak je ze allebei kwijt. Maak me zorgen om kwetsbaren in mijn kring, niet eens om mij. Want ik weet dat ik kan hanteren en ik kan ook deescaleren. Ik kan weglopen en schaam me niet om te zeggen dat ik hard kan rennen. Want de popo kan je zo neerslaan, dan heb je gepoot om op te staan. Geen wetenschappelijke consensus dat hierachter staat. Dus de mening van de staat, RIVM, de staat, Rutte, de staat, MSM. Die nep Belgische virologen zit ergens verstopt. De echte virologen slash volksheld loopt gewoon buiten rond. Willem, complotdenkers. Boeger noemde het wetenschapper. 5 miljard corona kostte geen bonnen, noemden we witwasser. Nederlanders met Melkhof. Het is gek geworden. En dan zegt ze, Thierry is gek geworden. Jullie wouden Melkhof dictatuur, medische apartheid van sporten. Ja, dus dit is ook leuk wat ze hier hebben gedaan. Dus ik heb fietsers hier nog nooit horen klagen dat ze iets misten. Maar blijkbaar dacht... de gemeente er anders over. Dus je zit hier nu met allemaal verkeersdrempels. Soms zijn er niet eens fietsers, maar ja, dan moet je wel afremmen. Dan ben je nog meer tijd kwijt. Stel als het druk is. En dan moeten we, stel je voor, oké, nou, er is één fiets. Dan moeten we dus allemaal gaan stoppen. Er staat een hele rij auto's. Het slaat nergens op wat ze hier aan het doen zijn. Het is gewoon kapitaalvernietiging. Hè? Daar gaat je belastinggeld. Kijk, de overheid die... Rutte en co, die hebben geen baan ofzo. Het is niet hun geld. Hè. Dat vergeten mensen vaak. Net als die 5 miljard die Hugo de Jong heeft witgewassen destijds. Ik bedoel, als ik jou mijn huis binnenlaat en jij gaat er vandoor met 100 euro uit mijn portemonnee. Dan zou ik al pissig zijn over die 100 euro. En jullie worden gewoon, of wij worden gewoon beroofd van 5 miljard. En je bent niet woedend? Of over het slagveld in de Oekraïne. Maar dat is een ander verhaal. Dus ook met ons geld. Best komisch, dus het killer virus houdt nu rekening met zomertijd. Maar wel met een aangelijnde hond en een melkkorf. Niet op de hond, maar op jou. It's not my fault, ultimately do it, bro. Ik kijk terug op mijn leven. Een hoop gezeur. Je kijkt terug op je leven. Er is niet veel gebeurd. Baat het niet, schaadt het niet. Beter loop 24 uur met condoom op straat, want anders loop je misschien een SOA op. Dat is net zo zinvol. Als die avondklok, de beste bescherming is een aangelijnde hond. De avondklok is verlengd, hij is niet verlengd. Het is gewoon ingevoerd, net Melkhof, permanent. Haters don't give a fuck about that. Onwetens op social media met je troll en gepest. Melkhof op, hou gewoon je bek. Zet die pik van Rutte terug in je bek. En volgens mij is Rutte veroordeeld voor discriminatie. En toch noem jij Thierry-natie. Nu gaat het allemaal om positieve discriminatie. Maar uitsluiting zonder uitsluiting bestaat niet. Hoe ben je antifa als je pleit voor een fascistisch regime? Ik ben net als Wilders hierin. Alle mondkapjes terug naar Beijing. Alle mondkapjes terug naar Beijing. Wil je meer of minder? Pedofilie, tirannie. Het is allemaal kartel, allemaal baantjes, carousel. Is this what it's all about? Al het geweld op het Maliveld. En je ziet ook, Arnhem is al één groot stoplicht en dat roep ik al jaren. Dus voor de mensen die waanzinnigen, die blijkbaar niet deelnemen aan het verkeer of überhaupt deelnemen aan het leven. We
waarschijnlijk dat die dan roepen dat er discriminatie is tegen de voetgangers en de fietsers en dat de auto's voorrang krijgen overal. Het is een en al stoplicht hier. Dus net op de laan van Prezekhaaf kon je niet links afslaan. En dat komt hierdoor. Dit is een van de shortcuts, zeg maar. Anders moet je helemaal om via Prezekhaaf om naar de andere kant van... Ja, Centrum-Noord is dit een beetje nu. Voor de mensen die het niet kennen, weet je wel. Dus dit was wel mooi, want hier kon je gewoon... doorheen, zeg maar, weet je wel. This music was always based on originality first, G. The power is in the word, not the maturity, son. SARS 2, 5G, mondkapjes op, die kabal, pedo's kijken mee, een geile drop. En als 2 ton mensen sterven op een dag, onrelevant is 1 miljoen in 8 maanden. En begrijp me niet verkeerd, het is fucked up hoor, voorstander van de rechtsstaat. Maar wel eentje die de dingen recht slaat en niet je onderdrukt. Ik wil niet zeggen dat ze het virus hebben gemaakt, maar ze hebben er wel gebruik van gemaakt, het optimaal benut. Het is makkelijker om te misleiden dan te leiden. Ik zie jonge meisjes om te begeleiden, niet om te verleiden. Welkom in het derde rijk van Europa, waar is die 750 miljard, het kwam niet aan in Zuid-Europa. Politie stilt van de burger en geeft aan de staat. Ik wil mezelf niet tekort doen door jullie uit te schelden, maar ik kom nu al tekort deze maand. Begrijp je? Check de statistiek of zo. Ja, ik wil het niet zeggen, maar ga boeven van of zo. Dus dit is gewoon allemaal in één keer, hè? Dit is echt een aanslag. Terreur. Ik kan dus geen kant op. Zwart-wit, maar een glaasje rode wijn voor de gecultureerde man moet wel kunnen toch, wel kunnen toch. Ga niet doen alsof ik niet ambulant ben. You know I'm a black boy. NL heeft je hulp nodig, man, spoed thuis. Er is een stemloket om de hoek in je wijf. Toch ga je niet, want je bent te beroerd. Eerst Zwarte Piet, nu gebedsomroep. Polarisatie. Word er echt moe van. Dezelfde buitenlanders die je haat zijn in een land cool. Hoe dan? De haatcultuur is hier niet in een land van afkomst. Samen gecreëerd zorgt dat je er samen van afkomt. Nederlandse haters zo van lul rijdt door. Buitenlanders doen door een schapje bovenop. Ze zeggen allemaal buitenlanders op opsporing verzocht. Maar meeste moorden op de weg worden gepleegd. De blank op weg naar kantoor. Recht dat goed gaan, komt de politiek verstieren. Blank tegen blank, dit zijn de antipieten. Die ezels van het links, dat zijn de grootste groep. 2 Marokkaanse burgemeesters in een land is nog geen invloed. Wederzijds respect, alles ging goed. Iedereen die zijn geloof uitoefent, komt iemand met gebed zo broer. En terug is die onderlinge haat. En de beschaving is er ver te zoeken. Het zijn een paar dwazen die dit veroorzaken. Als je de wereld ziet als een land, is Nederland een gekhuis in het land. En daarbuiten zijn ze normaal, dat is het buitenland. Ik vertel mijn vrienden daar wel eens over linkse politici die protesteren in een gekleurde boerka's. 2 vliegen in 1 klap tegen de boerkawet. En namens die lui van de LGBTQRZ. En zo van wat doen ze nou allemaal in Nederland? En linkse media maakt van transgenders idolen. Ze maken zichzelf kapot en hebben jonge volgers. Dat is je helpt niet en bemoedigen helpt niet. Wat dacht je van therapie, medicatie? Een ziek jongetje ombouwt naar vrouw is geen behandeling. Maar verdienmodel misschien. In de tussentijd zitten er zieke mensen te wachten op een operatie. Weet je, geef ze allebei de hulp die ze verdienen. Mijn slavernij was super lijp. Maar moeten mensen die het niet hebben gedaan aan mensen die niks hebben meegemaakt een excuses aanbieden? Wilders moet af en toe zijn ei kwijt over Marokkanen. Super lullig, links wil ons allemaal kapot maken. Dus het is Wilders die af en toe zegt fuck you. Of we worden geneukt door die grote lul EU. Links runt Nederland en het is niet vreemd. Ze zijn manipulatief en er wordt altijd gevreemd. Big baller, tank ontdekken, dunne. Spreek me uit tegen rappers, Rutte. We mogen uitgestorven ras plunderaars niet kwetsen. Moorkoppen, fuck your politics dit jaar pak. Moorkoppen, balling, hou van die dikke dunne. Net als onderdrukken, ik laat ze bukken. B, je moet niet voor boys gaan die op mij lijken. Maar voor boys die op mij lijken. Als je telly hebt en bereikt hebt, dan pers ik je af om te subscriben.
weer een nepparlement. Zeggen we als Kamer, stop, hier trekken we een streep, genoeg is genoeg. Onleefbaar. Dit is Klarendal. Dit zijn ook Arnhem-Noord. Deze kaart is meer Arnhem, dit is meer Centrum-Noord volgens mij. Dan is het zo. Natuurlijk Noord, Zuid ligt en Centrum, dat ligt allemaal niet zo ver uit elkaar. Het is geen Amsterdam of zo, dus je hoeft niet uren te reizen. Challenge nummer Harun BPM. Ik heb het tune genaamd hier 026. Dus als je van de city bent in Gunther City, dan zou je de trailer van de clip al lang gedeeld moeten hebben. Zo niet, dan weten we genoeg. Doen alsof ze niet kennen, maar ze kennen. Doen alsof ze niet kennen. Zelfs geblokt door bekende rappers. Zelfs door platforms, ik ben de underdog. Mainstream media, daar betaalt belasting 1 miljard voor. Rapperspan, wie spreekt zich uit? Wie spreekt zich uit? Zie je dat? Ook leuk voor de ondernemers hier. Je ziet het, terreur. Mensen zijn wel duidelijk, denk ik, erover wat ze ervan vinden. Kijk, dit is dus wat ik bedoel. Kijk die files, kijk die drukte. En besef ook dat als de tijd keert, dat dit allemaal terug moet worden gedraaid. Want dit is echt een probleem, weet je wel. Dus dit moet allemaal weer gerepareerd worden. Het moet weer hersteld worden naar de vorige staat, zeg maar. Wat gaat dat wel niet kosten, begrijp je?